Een speciaal huis waarin alle rust naar het eindexamen toegewerkt kan worden. Sinds kort heeft het ROC Mondriaan zo'n huis. De woning is bedoeld voor jongeren van 18 tot 24 jaar die thuis zoveel problemen hebben dat ze niet meer aan leren toekomen. Ze worden begeleid door een speciaal team. Je moet bijvoorbeeld denken aan jongeren die geen plek hebben om te wonen en die in een auto slapen. En ja, dat is natuurlijk niet een echt een goede plek om je huiswerk in te maken. De jongeren krijgen huiswerkbegeleiding en leren omgaan met geld. Maar dat is niet het enige. We leren ze bijvoorbeeld ook koken, omdat ze hier, ze wonen hier en ze slapen hier en ze eten hier. En hoe je gezond en toch goedkoop kunt koken. En dat doe je ook vaak met meerdere jongeren. Dan hebben ze ook nog een hoop gezelligheid en lol met elkaar. Ik woon hier omdat ik thuis bij mijn oma woonde eerst, maar daar woonden mijn twee ooms ook bij. En ik kon niet gewoon goed met hun opschieten en daardoor ben ik hier gekomen. Het ROC Mondriaan kijkt vooraf welke leerlingen er voor de begeleiding in aanmerking komen. In totaal kunnen er 18 leerlingen in het huis terecht.